Nee hoor, dat klopt. Op dit moment is het wat overbelast. Wordt hard aangewerkt om dat op te lossen. Als je dat straks gewoon nog een keer probeert, gaat het lukken. Nee. Ik kan uitsluitend via de website. Maar dat komt straks goed hoor. Gewoon zo meteen nog een keer proberen. Tot ziens. Dag. Nee, dat de site zou bezweken hadden we inderdaad van tevoren niet verwacht. Dus het animo voor deze voorstelling was veel groter dan wij dus ingeschat hadden. En daardoor is ook de site eruit gegaan. Door de overweldigende belangstelling liep de kaartverkoop op de site dus volledig spaak. Het theater was verrast, maar ging snel over tot het nemen van maatregelen. Op het moment dat wij natuurlijk geconstateerd hebben dat het aan zat te komen dat onze site eruit zou knallen, hebben wij natuurlijk met onze direct contact opgenomen met onze techniekleveranciers. Onze ICT-partners, om het zo te noemen. En die zijn nu druk bezig om van allerlei maatregelen te treffen. Wat we op dit moment nu doen, is dat we mondjesmaat mensen tot de site toelaten. Tot een bepaalde hoogte. Dus die mensen kunnen gewoon rustig reserveren en een bestelling afmaken. Het aantal mensen die net boven het maximum zit, die krijgt het verzoek om later terug te komen en het nog een keer te proberen. Zodat we in ieder geval het stuk wat we wel aan kunnen, die mensen kunnen helpen. Volgens Sprint proberen commerciële sites tegelijk en massaal online kaarten te kopen om deze met winst weer door te verkopen. Hier zijn ook de normale theaterbezoekers vaak de dupe van. Toch heeft het theater geen moment getwijfeld om de verkoop van digitaal om te zetten naar fysiek aan de balie. Dit om iedereen een kans te geven om een kaartje aan te schaffen. Dus iedereen zit thuis daarvoor klaar en er zijn natuurlijk genoeg mensen die hier niet uit de buurt komen, die niet zomaar even hier naar het chassé kunnen komen om dan hier aan de balie een kaartje komen halen. En die mensen willen wij ook zeker niet teleurstellen, dus vandaar dat wij gewoon consequent alleen maar via internet volhouden. Om 4 uur werkte de site van het theater nog steeds niet. Op Marktplaats worden de kaarten inmiddels overgeprijsd aangeboden.